Hallo en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Jorike en ik maak op dit kanaal video's in het thema's huishoudelijk mama en meer. En vandaag heb ik dus een boodschappenshoplog voor jullie. En in deze boodschappenshoplog ga ik zo eerst eventjes de voorraadkast bekijken. Want ik wil namelijk graag naar de Lidl. En ik ben vandaag alleen met Sa, dus ik ga wel deze boodschappenshoplog met Sa opnemen. En dus ook even samen met haar naar de winkel. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat. Het zal iets anders worden dan jullie van mij gewend zijn, mag je vaker kijken. In ieder geval ga ik zo meteen dus de voorraadkast bekijken om te zien wat we nog hebben. Want we zijn best wel een beetje door de voorraad heen. En ga ik die dus aanvullen bij de Lidl. En nou ja, ook nog wat kleine gewoon dagelijkse boodschappen halen. Wat fruit en zo. Dus nou ja, vind je het leuk om dat te zien? Kijk dan vooral mee. Zo, onze voorraadkast is in de garage. En het is hier nog een beetje donker, want het is een beetje donker weer. In ieder geval is dit wat we nog hebben. We hebben nog rijst, maar we hebben geen hoe noem je dat meer? Kruiden voor de nasi of de bami. Oh, het is echt een rommel, ik moet het even opruimen. En daarachter ligt nog macaroni, maar ik heb ook geen kruiden meer voor de macaroni. Hier nog wel. Wat is het? Olie. Zo, nou wat ik zo zie, zijn dit is allemaal open, deze koekjes. Dus halen we er af en toe één uit. Dus even ja, af en toe, zei ik, hè? Dat klopt. Deze zijn voor Max bijvoorbeeld van naar school. En deze neem ik wel eens mee naar mijn werk. Michael die is gek op Sultana. Dus dat gebruikt hij ook als hij aan het werk is. Liga eten allemaal wel af en toe. En daar ook nog krusli. Maar verder hebben we dus niet zoveel meer aan koekjes, want dat ligt hier altijd. Nou, dit heb ik dus even ietsjes netter gemaakt. Dan kun je wel zien, dit staat normaal meestal vol, want ik heb altijd best wel wat dingetjes op voorraad. Dus ik moet nog even daar weer wat voorbij kopen. Dan hebben we hier nog wel allemaal boter. Dat heb ik laatst bij de Aldi gehaald, daar haal ik daar meestal. Rozijntjes nog, een leeg eierdoos. En, maar geen hagelslag meer. Pindakaas is op. Mijn appelstroop die moet naar de keuken, want die is ook op in de keuken. Dus je moet ook nog even wat dingetjes halen voor op het brood. Nou, en ik heb nog van die rijstwafels en zo voor de kinderen, dus dat scheelt. Wat is dit dan? Oh, cupcakes. Nou, daarachter liggen nog wat krekkertjes. Oh ja, ik wou nog pompoensoep maken, maar ik had al een fles pompoen gekocht. En we hebben nog wat ui, zie ik. Knoflook is ook bijna op. Ja, dit is op. Wat ben je aan het doen dan? Ja, ook vrachtwagen. Ga je vrachtwagen rijden? De vrachtwagen is kapot, hè? Maar de geluidjes maakt hij nog, dus dat is wel leuk. Toch, hè? Ja. Nou, hier onder staat het drinken. Ik heb nog wel het een en ander. Maar ik wil in elk geval wel nog dit halen, want dat vind ik altijd wel lekker. Dit is voor als we een keertje gaan wandelen of zoiets. En dan hierboven, daar liggen altijd chips en zo. Dit is dus zo'n kleine, zo van die kleine zakjes. Dat had ik een keer gekocht. Maar die zak waar het omheen zat, is kapot gegaan. Dus dit is ook lekker een rommel, daar ruim ik straks wel op. Maar we hebben dus nog wel wat chips, maar ook niet heel veel meer. En nog wel een heel aantal broodjes, dus dat scheelt. Dat hoef ik niet te halen. En dan heb ik hier altijd de voorraad staan, gewoon van wat ik zeg maar gebruik. En hier zie ik dus wel dat er nog twee van die dichter zijn, dus dat scheelt. Dus we hebben nog wel behoorlijk wat, dat scheelt, ja. Zullen we dat niet doen, meisje? Hé? Hey. Hey, die zien we er. Oh ja, die mag ook. Zo. Is die lekker, Sa? Lidl. 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 Ja, we zijn
weer thuis van de Lidl. En we hebben goed veel boodschappen gedaan. Echt een hele kar vol voor meer dan 100 euro. Ik zal zo de bon even laten zien, want jullie willen natuurlijk altijd graag weten wat het kost. Maar het is echt lang geleden dat ik voor zoveel geld boodschappen heb gedaan in één keer. Bij één winkel. Dus ik ga jullie nu laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Want het is dus echt heel veel. Ik begin eventjes hier, want deze moet in de vriezer. Dit zijn aardbeien voor in de vriezer. En dit is hele lekkere ijs. Dit heb ik een keer eerder gehad. En die hebben we van de week gehad, of vorige week ergens. Het is echt super lekker. En het schept heel makkelijk, want het is niet zo heel hard ijs. Dus dit is echt een aanrader. Dit zal ik echt iedereen aanraden. Ik heb dus zoveel gekocht omdat zowel de voorraadkaart, dat hebben jullie natuurlijk net gezien, behoorlijk leeg was, maar ook een aantal andere producten op waren. Dus ja, dan kom je gewoon snel aan een hoge bedrag van boodschappen. En eigenlijk doe ik dat altijd wel zo. Want ik vind het wel belangrijk om een voorraadje te hebben aan producten die, bij zeg maar altijd gebruiken. Ja, maar nu een banaan? Och, dit was helemaal niks zo, die video opnemen. Zo kan ik toch helemaal geen video opnemen? Nee, die heb je al gehad. Je hebt ze al... Ja, ook gehad. Mag jij mij aan eten? Want jij had zin in fruit, dat snap ik wel. Want het is nu perfect zin. Ja, opruimen. Ja, doe maar even opruimen. Goed zo. Ja, doe niet zo nog even. Ja, nog een. Ja, andere keertje mag je er nog een. Ja, heel goed. Zo. Ja, goed zo. Heel goed. Zetten we die hier neer. Kan mama laten zien wat ik gekocht heb. Goed? Ga mama nou opnemen. Jouw banaan staat daar. Het is dus echt een heel lange boon. Ik heb 70 artikelen gekocht voor 107 euro. En 14 cent. Nou, op zich ook best netjes. Goed, dan gaan we hier verder. Ik heb hier dus het knijpvrouwtje wat je misschien net wel zag dat ze er eentje van kreeg. Ik heb er dus behoorlijk veel gehaald. Deze. Maar ook deze soort, want Max vindt het ook wel lekker, krijgt hij af en toe mee naar school. Dus dat doen we nu dan ook weer, want ik had helemaal niks meer. En nog deze, die vinden ze ook wel lekker. En deze is ook echt wel favoriet met persik. Dus dat heb ik gekocht. Dan zagen we open met uitpakken zoals je zag, dus het ligt een beetje door elkaar. Hier ligt knoflook voor door de soep, want we gaan deze week pompoensoep eten. Deze waren in de aanbieding en we hadden niet meer heel veel, dus ik dacht dan neem ik dat mee. Dit had ik ook zien liggen en dat vond ik wel leuk om met de kinderen aan te reigen voor de vogeltjes. Ik denk dat is wel leuk. En ik vind het zelf ook wel lekker om gewoon een keer tussendoor te eten. Dan koekjes. Deze digestive koekjes die kunnen we ook allemaal eten, dus dat vond ik ook wel handig. En nog gewoon voor een koekje tussendoor een keertje. Deze heeft Sade net al eentje van gehad in de auto, want we waren net een beetje rond de tijd van het fruit eten en zo weggegaan. Dat was eigenlijk niet zo heel handig van mij, maar goed. In ieder geval, deze zijn ook makkelijk om uit te delen en dan elk kindje één koekje, zeg maar. Of een keertje van Max mee naar school. En soms nemen wij die ook wel mee naar het werk. Dan nog wat snoepjes, want af en toe krijgen ze nu ook een snoepje. Deze ken ik eigenlijk niet, gaan we een keer proberen, van de Lidl dus. En deze die kan Sa eventueel ook eten. Want Sa mag eigenlijk nog nooit geen snoep, maar dit kan ze wel kauwen. Dit is wel zacht, dus dat gaat wel goed. Dan een heleboel koeksoorten, met name voor ons. Deze zijn heel lekker, dit is echt een aanrader. Hier heb je heel veel soorten van. Deze en de witte chocola met cranberry vinden we het lekkerst. Speculaasjes kunnen we samen ook eten, ook met de kinderen. Deze vinden we lekker. Dit is echt van Michael en mij, dit is echt een guilty pleasure. Dit is een soort van Twix koek, echt super lekker. Dan nog roze koeken en rozemerg bij voor het weekend. En deze kunnen eventueel ook mee naar school of als we een keertje weggaan. En die keer meer voor de kinderen dus. Dan zoals ik al zei nog drinken heb ik gehaald. 2 setjes van 6 en Rivella, bananen en hier ook peren. Deze doekjes gebruiken we af en toe voor de kinderen, maar meestal doe ik nu gewoon met hydrofiele doekjes en dan de handen. Dus ik heb er hier eentje van meegenomen, ook voor als we een keertje weggaan, dan vind ik dat wel handig. Maar dit gebruiken we dus niet zo heel veel meer. Dan deze doekjes, die koop ik normaal ook met zo'n klepje net als dit, maar die hebben ze nu niet. Waarom niet, weet ik niet. Ik hoop dat ze wel terugkomen. Maar deze had ik helemaal op en dat gebruik ik voor elke dag even het wc afnemen, zeg maar. Of voor kleine ongelukjes en zo. Dat is wel makkelijk. Deze die gebruik ik voor in de luieremmen, maar ook de pendaalemmetjes op het toilet. Maar ook hier in de keuken hebben we hier ook zo'n ding. Zal ik even laten zien. Kijk, deze afvalemmetjes. En daar past ook precies zo'n zakje in. Dus dat is heel erg handig. Dus daarvoor heb ik die ook. En dan daar de vaatwastabletten zijn bijna op. Dus daar hebben we ook nieuwe van gehaald, Tessa. Die staan helemaal aan deze kant, vaatwastabletten. Maar ik ga even hier verder, want anders vergeet ik nog het een en ander.
Mosterd had ik gehaald. Volgens mij vonden we deze wel lekker. Snoeptomaatjes van mij naar school van Max. Maar natuurlijk ook gewoon voor onszelf. Lekker als snackje tussendoor. Bloemkool eten we van de week een keertje. Nou, ik zei het al in het begin van de video. Macaroni en spaghetti kruiden. Haal ik bij de Lidl of de Aldi meestal. Vind ik echt dikke prima. En ja, gewoon gemakkelijk. Dan bij de pompoensoep heb ik ook deze gehaald. Heel erg lekker. Dan nog voor 's avonds een keertje chocoladerozijntjes. En deze voor als we een keertje gaan wandelen. Dat hebben we de laatste keer gedaan. Hadden ze dat van opa en oma gekregen. En dat vonden ze heel lekker. Dus ik denk, ach, af en toe moet een beetje verwennerij ook wel kunnen. Want ze snoepen echt heel weinig. Dus dan mag dat wel. En deze, dit vinden we lekker. Michael gebruikt het als ontbijt, krusli. En ik koop er altijd de zonnenoten, zodat ik het ook kan eten bij het toetje. Want ik heb een notenallergie. En deze zijn echt heel lekker crunchy. Dus die bevallen goed. Die heb ik weggekocht. Spaghetti was op, dus heb ik bijgehaald. En tortilla wraps heb ik vaak ook op voorraad. Vind ik wel makkelijk, want dat gebruiken we ook wel eens voor het avondeten. Dus die heb ik weggekocht. Dan zei ik al, pindakaas is op. Koop ik meestal bij de Aldi, maar soms ook bij de Lidl. Want deze heb ik ook een keer eerder gehad. En die smaakt ook prima. Wel dan die met stukjes pinda erbij in. Dat vinden we wel lekker. Dan ook de appelstroop hebben we ook meestal van de Aldi. Maar nu dus ook van Lidl. Volgens mij is het bijna hetzelfde. Dus dikke prima. En we hebben een keer abrikozen jam meegenomen. Die mocht Sarah uitzoeken. Ik weet dus niet of die lekker is. Dat hebben we eigenlijk nooit. Meestal hebben we aardbei. Maar dit is vast ook wel prima. Dan voor de pompoensoep ook nog een zoete aardappel en uitjes. Dus dat heb ik nog meegenomen. Dan vinden we cordonbleutjes van de kip, zeg maar. Kipcordonbleutjes altijd wel lekker. Dus dat heb ik bedacht voor bij de bloemkool, zeg maar. En deze vinden we ook altijd lekker. De krokante schnitzels van de Lidl met ja, deze wat grotere paneerdingen erop. Erg lekker, dus die heb ik ook meegenomen. En dat vries ik gewoon in, want dan heb ik weer wat in de vriezer. Voor daarbij hebben we dan ook nog weer krieltjes. Dat haal ik bijna nooit, maar ik zag het liggen en denk, ach, dat is wel een keertje lekker. Met dus dan die kip en de bloemkool voor de morgenavond. Even kijken, dan heb ik nog karnemelk meegenomen, want Sadie drinkt dat bij opa en oma nu af en toe. Dit is zo'n klein verpakkingje, zeg maar. En die vindt het dus helemaal lekker, dus ik heb gevraagd of ze opa melk wil en dat wou ze wel. Dus dan kunnen we dat een keer doen. Dan nog lekker een smoothie, daar had ik wel zin in. Voor bij de lunch straks, voor als Max ook weer terug is. Want het is vandaag dus woensdag. Dus dan eet Max ook thuis. Mais heb ik ook altijd op voorraad. En dagetjes en watteltjes. Ja, Sarah ook even erbij, hè. Ja. Even kijken, dan was ik hier. Glorix heb ik nog gehad. Ik ga zo even kijken op de bon wat dat kost. Dat koop ik altijd bij de Action. Maar nu dus al een hele tijd niet. En nu zag ik het ook bij de Lidl. Dan gaan we even kijken. En azijn om een keertje de wasmachine mee schoon te maken heb ik gehad. Dan heb je nog lekkere yoghurt. En die vinden Sarah en Max heel lekker, hè? Met aardbeien, toch, Sarah? Heb je daar met melk? En wat is dat? Wat heb jij daar? Dat hebben we dit weekend gemaakt, hè? Dat vonden jullie heel lekker. Dit zijn van die Danarols, alleen dan dus van de Lidl. En dat vonden ze zo lekker. En dit kost maar 1 euro per rol. Dus ik dacht, dat haal ik gewoon. Dat is wel even houdbaar. Ja. Kijken. Kijk, dat is een... Lekker, nog een dikke maand houdbaar, dus dat komt helemaal goed. Ja, en wat hadden we nog meer op? De hagelslag, hè, Sarah? Hagelslag. Hagelslag. En deze vinden jullie helemaal geweldig. Want hier zitten namelijk rode dingetjes in. Zo mogen. Ja, lekker, hè. Zo mogen. Gaan we maken. We gaan hem nog niet openmaken. Dat doen we als we hem gaan gebruiken, want dat hebben we nu nog niet nodig. Dus dat was het dan. Ik zie dat de Glorix hier duurder is dan bij de Action. Dus voor degene die het voor de goedkoopste prijs wil, het is 27 cent goedkoper bij de Action. Dus just that you know. En dat was hem dan, Issa. Dit hebben wij gekocht bij de winkel, toch? Vond je het leuk dat je mee mag naar de winkel deze keer? Leuk. Ja, deze keer leuk? Oh, gelukkig. Nou, dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Was het zo, doen even een duimpje omhoog. Zou ik heel erg tof vinden. Daarmee help je me ook enorm. Want door al die jullie duimpjes omhoog en reacties onder de video's. Wordt mijn video steeds beter bekeken. Dus dat vind ik echt super tof. Dus bedankt daarvoor. En ik zou zeggen, heel graag tot de volgende video of vlog. En om alvast het tipje van de sluier op te lichten. De volgende video is een avondroutine. Oh ja, in de avond, hè? Voor eten. Avondeten, hè? Ja, want onder andere het avondeten komt daarin voor. Dus vind je het leuk om dat te zien? Zorg dan even dat je abonneert. Die video komt zaterdag online. Dag!
Bedankt voor het kijken. Kijken.